Ja, jongens, dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie weer zijn. Einde van de week live. En ook deze editie van Einde van de Week live wordt zoals mede mogelijk, zoals altijd mede mogelijk gemaakt door MSI. Ja, ik kom net terug van vakantie, man. Doe even rustig aan. Ik heb 5 koffie op. En hij heeft het koud. Laat me heel even. En ik heb het heel koud. Het is hier echt tering koud. Ik weet niet hoe jullie dit doen, ook met je mouwtjes zo omhoog, maar. We kleden ons gewoon. Ja, jij trouwens ook een hele dikke trui. Ik heb een fucking hemd aan, een shirt aan en een trui aan. Wat echt drie meer dingen? Aan doen? Ja, man. Een jas dan, een trui? Nog een trui? Een jas aan. Dus een jas voordat we een jas aan doen bij items. Ja. Oké, okay, later in deze einde van de week live bespreken we heel even wat MSI heeft getoond op de CES 2022. Maar eerst beginnen we met het gewone nieuws en de bombshell zelfs. Want de E3 gaat ook dit jaar niet plaatsvinden in LA. Ik vind dat wel. Is dat een bombshell? Nee, voor mij niet. Nee, ik dat hadden we al bedacht. Ja. Ja. Maar ik vind wel dat ze daar lekker op tijd mee komen nu. Want normaal was het soort van, weet ik veel, veel later. Nu ik weet niet wat het vorig jaar was. Nou, niet 6 januari of zo. Nee? Even hoeveel het is. 8, weet ik. Ja, 7. Dus nee, dat vind ik wel. Ja, dan hoeven we daar in ieder geval ook niet meer over na te denken. Misschien Tokio. Wel. Liever Tokio dan LA ook. Dus. Don't give me hope. Ja, ja. Dat zou het zijn, hè? Nee. Nou, ik, ja. Jij verwacht dat we in september gewoon weer naar Japan kunnen reizen zonder problemen? Ja. Het is niet unthinkable. Nee. Ja, dat was vorig jaar ook niet, maar. Nee, klopt. Nee, ja, maar daarom. Dus als het vorig jaar al niet was, dan is het wel helemaal. Al die kennis van vorig jaar, nu kan je kijken naar hoe het er nu voor staat. Ja, dat snap ik. Ja. En daarom denk ik eerder zoiets van, ja, in september kan je naar Japan reizen. Dat is geen enkel probleem. Maar gaat de beurs door? Ja. De onzekerheid gaat hij gewoon niet door. Weet je wel, want dat moet maanden van tevoren moet dat gepland zijn. Ja. En dan, ja, er zitten zoveel variabelen in waar we rekening mee moeten houden. We kunnen het gewoon niet doen. Dat is te groot risico. Ik denk dat gewoon het hele probleem. Maar fuck it, dan gaan we toch gewoon naar Japan? Gaan we daar toch wat anders doen? Ik ben helemaal down om naar Japan te gaan. Ik bedoel, de Tokyo Game Show is geweldig, maar het is niet het hoogtepunt van een bezoek aan Japan of aan Tokyo. Nee, en ik wil ook een keer. Ik zag de feestjes Tokyo. In jullie geval klootzakken. Sowieso. Het is gewoon alles. Het is alle samen. Bestemmingen, alle bestemmingen. Het hele rondje, al doe je gewoon weer dezelfde shit. Ook qua game content is dat al genoeg. Ja. Wat vind je het allervetste aan Japan dan? Als je één ding mag bezoeken tijdens een Game Kings visit van Japan, één ding maar. Want ik ga me alvast oriënteren, hè, voor het geval dat we wel gaan dit jaar. Nou, voor mij is dat dan gewoon een leuk wijkje in en lekker eten en drinken daar de hele dag. Oké. Ja. Okay. En ik moet wel zeggen, vaak. Maar waarom? Wat maakt dat bijzonder daar dan? Ja, Jezus, probeer dat maar eens uit te leggen inderdaad. Nou ja, het is voor denk ik een heleboel nerds is een beetje dat hetzelfde als wat je bijvoorbeeld hebt als je opgroeit met gewoon Amerikaanse bullshit media en je gaat de eerste keer naar New York. Ja. Dan loop je er rond en heb je zoiets van, ik ken dit. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ken dit. En je zit in de diner, je zit in die dingetjes. En alle kleine bullshit die als je gewoon anime, New Yorker bent dat soort shit. En je woont daar en interesseert dat je geen kut, die is dan voor jou speciaal. Ja, en voor jou komt het dan van anime en games af? Ja. Die herkenbaarheid? En, ja, en dat is, als je dat heel veel speelt, is dat zoveel meer dan je denkt. Maar als je daar dan bent en het straatbeeld, de geuren heb je dan niet, maar dat is dan, als je er vaker bent geweest, iets. Maar de lichten, het straatbeeld, de auto's, de winkeltjes. Ja, alles is dan gewoon, het is gewoon fijn om daar te zijn. Ik zou zo graag willen gaan, jongen. Ja, misschien gaan we dit jaar. Ik zit nu, dit jaar, vanaf februari zit ik 5 jaar bij Game Kings. Sick. Ja, ieder jaar, dat is wel tijd. Ieder jaar zou ik gaan, godverdomme. Ja. Dan was er weer First Look. En dan was er. Soms zijn we ook niet gegaan. Dan was er weer First Look. En dan was er weer Dutch Stream Awards. En toen was er een pandemie. Gewoon elke keer zit het voor mij gewoon te verneuken hier al. Ja, nou ja, ik ben helemaal voor. Japan in september. Both Goose, die zegt ga mee dan? Ik vind de supermarkt ook altijd leuk om te bezoeken. Al moet ik zelf boeken, ja zeker. Ja. Yes. En weet je, ik denk ook, stel je voor dat er geen Tokyo Game Show is, dat is ook echt wel interessant te maken door als je bijvoorbeeld zelf, ik heb gelijk een missie. Ik wil daar gewoon de PSX, die console, die wil ik op de kop tikken. Die gaan we wel. Die witte, soort van hybride PlayStation 1, PlayStation 2. Ja, oké. Okay. Shit. Goed, dat doe je in je eerste uur. Maakt niet uit. Dat is echt gewoon, je bijna wordt de eerste op de beste winkel. Maakt niet uit. Niet inderdaad op Narita Airport. Maar het vette daarin waarschijnlijk is, wel op Narita Airport. Het vette daarin is dus dat jij al zegt dat een van de dingen die ik zo graag wil, dat gewoon, dat is een van de eerste dingetjes al die je daar op de kop kan tikken. Ja.
Dus ja, het voelt voor mij wel als de ultieme natte droom als toch nerd. Gaat het ook is zijn. Het ook? Dat ja. gaat het ook zijn, ja. En want sommige dingen, zelfs dat, precies wat je zegt, dat je die herkenbaarheid van Amerikaanse films, zelfs als je daar, je ziet zelfs dingen van, dit lijkt echt op een scène uit Akira. Dat je zelfs dat soort vibes heb je daar. En niet de violence, die juist niet. Nee. Maar gewoon hoe het eruit ziet, is dat van, ja, maar dat is dit. En die brommers die rijden daar rond en shit, weet je. Dat, het is zo bizar. En ook omdat het wel nog steeds veel uitheemser voelt dan fucking New York of LA. Weet je, die zit hier zoveel meer nog. Dit is zoveel specialer. Ja. Het is voor mij is het, hoe zou ik dat zeggen? Hun eergevoel, maar dus niet. Het kan ook heel veel irritante kanten op gaan, maar hun strive for perfection. Wat je overal in dat soort dingen ziet. Dat vind ik daar vet. Want dat zit in alles. Namelijk in het deuntje van de metro. Dat je denkt van, maar dit is het allervetste deuntje dat je ooit voor een metro kan verzinnen. Ben je ook niet aan het projecteren dan op dat moment? Er zijn niet heel veel andere landen die metro deuntjes gebruiken op die manier. Maar als ja, natuurlijk. Nee. Maar ik bedoel, of gewoon de passie die iemand stopt in één stukje vlees. Of in één stukje vis. Of in één. Dat soort dingen. Er zit zoveel passie in alles wat je daar doet. Iets is. Dat vind ik het vetst. En L.A. dan, als we toch weer heel even naar de E3 moeten betrekken. Hoe vaak ben jij in L.A. geweest? Voor de E3, laat ik het zo zeggen. Vaak. Ja, ik weet het niet. Ja, zoiets. Misschien, ja, er waren natuurlijk ook een boel losse tripjes. Want L.A. kwam toen ook best wel vaak langs, gewoon voor random dingen. Ja. En L.A. vind ik ook superleuk. Wat is de L.A. vibe voor jou? Alle cheesy shit. Weet je, de makkelijke daarom, manier. Dat is het ook. L.A. is cheesy. Ja. Dat is gewoon het ding. Er zijn niet heel veel niet cheesy dingen in L.A. Koreatown. Ja. Oh nee, maar dat soort dingen hoeven voor mij helemaal niet. Maar ik heb eigenlijk overal altijd wel een beetje hetzelfde. Ik hou gewoon van even een beetje echt ergens zijn. Weet je, de leukste dingen die we daarmee hebben gemaakt is dat je weet je, omdat er bij ons in dat motel, wat sowieso lekker trashy was, er zat een band. En daar zaten we s'avonds vaak wat mee te drinken. En die moesten spelen. Nou, dan gingen we met die band mee. En die werden uitgenodigd voor een thuisfeestje ergens in de hills achteraf. En gingen we mee. En gewoon, weet je, local dingetjes doen. Ja. Vind ik altijd het leukste. Dus ik hoef overal, en dat kan daar ook. En dat ik hoef niet naar Chinatown of naar het oude centrum of dit of dat. Juist gewoon een beetje met mensen mee. En daar een feestje, dingetje dat daar. Dat is wat wij eigenlijk ook altijd wel doen, toch? In ieder geval, sinds ik erbij ben, is het volgens mij niet heel veel anders. Nee. Maar ook dat soort dingetjes. En, Als Tokio Akira is, weet je, LA is voor mij gewoon de Big Lebowski. En dat is nog een charmante manier om het te zien. Maar ja. Nee, maar je gaat, weet je, kijk, als je daar 2 weken naartoe gaat, dan hoef je alle bullshit kan je even laten voor wat het is. Alle problematiek, en daar hoef je niet mee te dealen. En dan kan je gewoon je huurauto en de mooie stukjes rijden en het mooie weer. En gewoon even cheesy shit doen. Ja, daarom. Dat is wat cheesy shit. Voor mij, in Tokio is het niet voelt het niet cheesy, de cheesy shit. Nee, precies. Nee. Ja. Maar voor mij voelt het altijd gewoon het tofste aan de trip. En dat is misschien omdat ik nog niet aan een hele exotische locatie ben geweest. Is gewoon de brotherhood gevoel. Wat je hebt gewoon met z'n allen. Nog niet naar een hele. We hebben 2 Asia roadtrips gedaan. We zijn in de krochten van Vietnam geweest. De fuck you bar. Ja, we zijn in de Taiwan. Ja, precies. Nee, je doet dus als je 3 keer naar Londen bent gevlogen voor een of andere kutpersconferentie. Ja, precies. Nee, die gelukkig nog niet. Die heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Nee, ook wel. Om heel eerlijk te zijn, nu je dat zo zegt. Ik vergeet gewoon zo snel hoeveel vette dingen we hebben gedaan. Ja. Van Finland ook een van de vettere plekken waar we waren. Zeker weten. Dat is een super onlogische plek. Zeg maar om voor een gamejournalistiek of wat dan ook om daar te komen. Waarvoor waren we daar ook weer? OnePlus. Omdat daar 5G was. Maar dat bedoel ik. Wat uiteindelijk ook in het water viel. Er was even geen 5G. Nee, dat is waar. Heel vet. Ja, ook zo. Ja. Even kijken. Maar ja, geen E3 dus. Hopelijk misschien wel andere dingen. En hopelijk gaan we in ieder geval dit jaar gewoon even de deur uit om iets. Want dat zit natuurlijk ook wel een beetje in het DNA van GameKings. Gewoon dingen de deur uit gaan. Laten zien hoe de rest van de wereld werkt vanuit de bril van een game spelend guy. Nou, ik mis het wel echt heel erg. Ik mis gewoon E3. Ik vind het zonde vooral. Ik mis het vooral op de GameKings web. Ik mis het nu ook persoonlijk natuurlijk ook wel. Maar ik mis het ook heel erg gewoon op ons platform. Nou, weet je wat het is? Kijk, wij knippen natuurlijk altijd die verhalen van de E3 en de dagboek items en shit knippen natuurlijk altijd best wel avonturistisch, maar
het voelt ook altijd wel zo, weet je wel. Dan gaan we wel op tijd komen bij Bethesda. En dan zijn we weer die Mongolen die 300 fucking gin tonics achterover moeten tikken. Ja. Weet je, en alle gekke shit die daaruit voortvloeit. En de dingen die je mee gaat doen. En de anticipatie voor fucking vette games en shit. Je bent gewoon een week lang on a high. En dat mis ik gewoon heel erg. En dat is al 2 fucking jaar niet, man. Dat is wel echt gestoord. Over dat, hè. De vorige keer dus dat wij in Tokio waren. Weet je nog dat die club, dat er clowns waren? Ja, ja. Why? Dat was in Japan. En dat waren ineens clowns. Die balloon animals stonden te doen. Gewoon in een doodserieuze soort van house club stonden er gasten balloon animals te doen. Maar dat is ook gewoon, tenminste zo, als ik iets moet kenmerken van ook Japanse cultuur, is absurdisme af en toe, dat soort dingen. Ja. En dat vind ik juist heel erg cool aan. Ja, voor ons is het absurdistisch. En dat betekent niet per se dat het daar heel absurdistisch is. En dat is die weirde culture shock die je daar hebt. Lazy Fishman zegt, tripje langs Nederlandse game developers. Hebben we zo gedaan, zo vaak gedaan, vinden we gewoon niet zo interessant meer. Ja. Het is gewoon, weet je, een nieuw land of iets als Tokio. Je snapt toch dat voor ons zo. Voor ons moet het ook leuk blijven. Hè? Voor ons, wij zijn in de ideale, sikke positie dat ons werk ook heel leuk is. Dus, en daarom hebben we ook zoiets van, ook voor ons moet het leuk blijven, ons werk. Het is moeilijk om hele vette content te maken als je zelf niet enthousiast bent. Nou, dat is gewoon zo. Ja. Nou, het kan nog steeds, we kunnen een hartstikke interessant verhaal schieten bij een of andere game. Maar heel eerlijk, dan projecteer even op mezelf, dan ik zit liever aan deze tafel dan dat ik soort van naar een of andere guy ga die dan een soort van een game maakt. We kunnen dat ook hier doen. Of tenzij er echt iets bijzonders gebeurt. Tuurlijk, ja. Nee, maar dat, precies dat. Dus hij zegt van een tripje langs, ja, dat kan, maar dan voelt het gewoon als een geforceerd tripje langs, omdat we niet op reis kunnen. Dus dat. Zuid-Korea al gedaan. Ik ben er 1 keer geweest. Ja, ook wel eens. Sowieso natuurlijk op een van de infamous trips ook. Ja, dat alles, Cyber Games. Ja, dat alles in het donker, soort van in de schemer geschoten is. Omdat dat pas was dat jullie wakker werden. Had het soort van om 4:30 'smiddags begonnen ze met filmen. Ja. Met wie waren jullie daar dan? Ik was daar niet, toen. Nee, dat was echt heel lang geleden. Dat was met Ruben en Boris en Rogier en Skate en Dre. Ik weet niet, bij mij was het inderdaad geen World Cyber Games. Volgens mij was het bij mij een soort van Blizzard toernooi of zo. Want ik weet nog dat erin is dat ik in een stadion was. En ja, maar volgens mij is het ook World Cyber Games geweest. Was het wel? Dat, ja. was StarCraft. Dat was echt Zuid-Korea's ding. Ja, en, dat was ballen Eikel, daar was jij bij. Ja, en ook gewoon domme fucking shit. Dat we helemaal naar Taiwan gingen voor die Taipei Game Show die er niet was. Nee, dat was die was er wel. Die was heel cool en heel groot. Welke was dat ook weer? Vietnam. Vietnam. Iets. Ik weet niet eens hoe het heet. Maar we gingen naar Vietnam voor een grote internationale game show die er zou zijn. Nou, het was moeilijk informatie ook over vinden, maar hij zou er zijn. Ik bedoel, we hebben contact gehad met mensen. Ja. We zijn helemaal naar Vietnam gegaan. We hebben een week lang content geschoten. En dan als climax die fucking gamebeurs, die internationale gamebeurs in Vietnam, was die er niet. Uiteindelijk niet was. En ik weet nog dat ik als een rund zat te zweten op die fucking parkeerplek. Want het was echt 40 graden. Tuurlijk, fucking smog. En dat was echt niet normaal. Elke 5 meter die we liepen, verloren we 10 liter aan water, geloof ik. Nou, dat hebben we ook wel ingehaald aan 18 cent biertjes. Ja, zeker weten. Moest wel getankt worden, ja. Oh, die Vietnam inderdaad. Bioe. 19. Was het 9 cent 18. of 19 18. cent? 18 cent. 18 cent. Nou, heb je dat wel zo, een 18 cent biertje op? Ja, sick. Ja. Nou, dan weet je, dan heb je geleefd. Ja, volgens mij inderdaad, wat Daan ook inderdaad zegt. Ja, de info stond op Facebook. En inderdaad, toen we op dat moment voor de deuren stonden van waar toen ging dat moeten dus plaatsvinden. Ja. Toen kwamen we erachter dat het 2 weken verplaatst was. Ja, maar we hadden natuurlijk al tikkels gesteld. Want het was een bericht van inderdaad, weet ik wel, ook 2 weken oud. Dus het was dan een maand verschoven in principe. We hadden 2 weken voor de trip inderdaad dat kunnen zien. Maar ja, daar hadden we ook niet kunnen omboeken meer. Nee, nou ja, daarom. We hadden alsnog gegaan. Dus had ik niet een andere uitkomst geweest. Behalve dat we het nu niet wisten. Een soort van, oké, maar waar is het dan? Want dit ziet eruit gestorven uit. Ja. Ja, echt gruwelijk. Maar ik moet wel zeggen, de Taiwan-trip vond ik nog het hardst. Ja? Ja, die vond ik harder dan Vietnam. Ja, wat gek is, want ergens is het natuurlijk soort van het land minder, maar de trip was harder, ja. Ja, maar toen was ook met Boris erbij. Ja. Gewoon simpelweg alleen maar gelachen. Alleen maar gelachen, inderdaad. Ja. En niet dat die andere trip niet leuk was, maar ik weet gewoon dat ik letterlijk een week daarna moest bijkomen, gewoon van spierpijn van het lachen. Ja. Nou, dan weet je wel dat het goed was geweest. Ja. Nog iets kwijt over E3-tripjes? Nee. Nee? Genoeg.
Ga je langs Nederlandse developers dit jaar? Nee, dat gaan we niet doen. Vast wel een keer. Jee. Weet je, Jee vindt het prachtig. Die wil toch niet het vliegtuig in. Dus die gaat er gewoon lekker langs. Met de stagiair. Ja, helemaal prima. Dan moet hij helemaal doen als hij dat tof vindt. Hey, de Ubisoft Plus abonnementsdienst komt naar de Xbox consoles. Volgens mij werd dat gisteren werd dat bekendgemaakt. Ubisoft Plus is op dit moment een abonnementsdienst die je op je PC kan draaien. Hoezo is dat anders dan Play? Hoe bedoel je Play? Uplay. Uplay bedoel ik, ja. Is dat ook een abonnement? Is Uplay niet alleen de launcher? Ja, sort of. Het is tegenwoordig is gaming wel complex geworden. Hè? Dat. Ja, maar waarom heeft Ubisoft Ubisoft Plus als je ook al Uplay hebt? Noem het dan Uplay betaald, weet ik veel, weet je. Nou ja, je hebt PlayStation Plus en PlayStation Now. En One? Nee, ja, nee. Nou, ja, precies. Ja, dus, nee, fair. En je hebt PlayStation Now, waarbij je dus een, ja, maar dan, waarbij je dus een bibliotheek hebt aan games die je kan spelen. En ook kan streamen. Maar je hebt ook de PlayStation Plus collectie, die niet verbonden is met PlayStation Now. Maar wanneer je PlayStation Plus hebt, dan kan je een collectie aan games spelen die in de PlayStation Plus collectie zitten, maar niet in PlayStation Now. Ja, ja. Nee, daarom. Slaat door. Slaat nergens. Oh, fuck it. Dus dat. En via Ubisoft kon je dus streamen. En ook gewoon games vanaf dag 1 spelen. Nou, die streaming service, dat is hetzelfde hoe wij altijd die games checken van zijn previews. Bijvoorbeeld tijdens de E3 gaan we dit jaar ongetwijfeld ook weer krijgen. Wanneer bijvoorbeeld die Splinter Cell game uit de doeken wordt gedaan. Als dat al het geval is, dan kunnen we die vaak spelen via streamingdiensten. In plaats van dat we helemaal naar LA moeten gaan, inderdaad. Het is niet duidelijk wat het abonnement gaat kosten voor Xbox. Want een PC-abonnement kost €15. En daar hoeven ze natuurlijk niks aan af te dragen aan Microsoft of wat dan ook. Zijn hier mensen geïnteresseerd in? Wordt het op een gegeven moment niet... Niet op deze manier natuurlijk. Niet een overkill? Je wilt die EA Access op Game Pass. Dat is cool. Die heb je. Ja, ja, maar dat kost ook niet extra volgens mij. Nee. Dus dat is wat je wilt. Je wilt natuurlijk niet dit erbij. Voor nog een... Weet ik versteld, zou een tientje zijn of wat dan ook. Ja. Ik vind het erg duur, inderdaad. Als je het legt naast de andere abonnementsdiensten van platformpartijen. Ja. Want ja, dat is toch net... Op Now staat heel veel. En dan zal er ook op Ubisoft Plus al er heel veel staan. Maar leg dit naast een Game Pass of inderdaad een PlayStation Now. Ja. Ja. Voelt niet hetzelfde. En dat is ook nog goedkoper, volgens mij. En Game Pass zijn goedkoper dan 15 piek. Ja, die zijn sowieso goedkoper. Maar het ding is natuurlijk wel... Ubisoft richt zich wel heel erg op live service games. Dat willen ze de hele tijd. Proberen ze dat weer de wereld in te slingeren. Om één fucking game that sticks te krijgen. Ze hebben natuurlijk Rainbow Six Siege. Wat het nog wel aardig doet natuurlijk. Maar de Division valt altijd toch weer tegen. Ook weer qua spelers. Eén heeft dat heel goed gedaan. Sinds 2 heb je precies verwijderd. Dit kennen we wel, dus dat is vrij snel minder geworden. Ja, Ghost Recon hetzelfde. Maar stel dat jij wel echt een enorme fan bent van dat soort type games. Ja, dan koop je die toch gewoon los. Dan ben je toch veel goedkoper uit. Ja, uiteindelijk denk ik. Ja, zoveel zijn het er nou ook niet. Er komen er wel veel uit. Hè? Natuurlijk, je hebt de Heartland straks, Extraction en nog 2 van dat soort shooters. Zelfde soort shooters. Ja. Ik wou het zeggen, ik kan er niet heel erg enthousiast voor worden. En zeker als ik dan zie wat type games die ze uitbrengen. Ook weer met die rare COD shooter die ze proberen na te maken. Insanity. COD shooter? Ja, ik vergeet elke keer hoe je heet. Maar nee. Dat is echt van Rainbow Six. Maar met En dan heb je Heartland, Division. En dan heb je wat zeg. Je hebt er nog 2. Ja, X-Force of zo. Maar dan gooi ze gewoon de naam Tom Clancy voor. En dan is het... Precies. Ik weet niet. X-Defiant. Zie, die X-Force, het is een andere kutnaam. Het is X-Defiant. Ben jij een Tom Clancy fan? Niet van de games, maar gewoon van wat het vroeger betekende. Spy shit. Nope. Nee, ja, ik ben dat dus wel, maar dat is het ook nu niet meer. Nee. Ik vind het zo grappig wat kanttekening zegt. Ik vind het compleet tegenovergestelde. Ubisoft heeft de ideeën, maar niet de kwaliteit om ze goed uit te voeren. Ik vind het compleet tegenovergestelde. Ze hebben de kwaliteit. Niet de ideeën, maar ze hebben enorme kwaliteit om games te bouwen. Als je kijkt, de productiekwaliteit is eigenlijk nooit het probleem. Tuurlijk zitten wel bugs in, maar gewoon qua productiekwaliteit en niveau zijn ze juist... torenhoog. Het is altijd heel basic game design gewoon. Ja. Boring fucking ass game design. Nou dat, niet alles is... ik vind sommige dingen namelijk zijn bijvoorbeeld ook overgecompliceerd. Nee, maar er was op een gegeven moment, weet je, gewoon zo'n kruisbestuiving van alle gameplay elementen van hun grote franchises. Ja, nog steeds. Die vertaald werden naar elkaar. En vind ik dus niet per se erg, maar sommige dingen, ze kunnen er ook in doordraven. Je verliest wel een beetje de eigen identiteit van de franchise. Oh, dat zeker. Ja. Maar je hebt dus die Maar het probleem is gewoon inderdaad, al die games willen
alles doen omdat ze niet een goed idee hebben. Ja, ja, daarom. Het is impressed by Force of wat. Maar goed, ja. Weet je, de Rayman Games, daar staat op echt geniale titels tussen. Phoenix Rising schijnt ook een hele goede te zijn natuurlijk. Phoenix Rising is leuk. Ik ben benieuwd wat Beyond Good and Evil 2 gaat doen. Gaat hij komen? Ja. Als hij gaat komen. Maar... Ja, nou, dat... Twijfelen jullie erover? Ja. Sowieso, omdat Michel Ancel is gestopt. We hebben nu twee al volgens mij al niks meer gehoord, toch? Toch? Michel Ancel, die doet dat? Was nog wel iets. Ja, dat je als community dat je hun gratis resources mag geven. Hoe heet dat ook weer? Ja, weet ik, voor community input. Ja, dus ja, fuck it. Maar ik hoop dat hij komt, want ja. Ja, volgens mij. Dus Michel Ancel is gestopt, maar hij deed Beyond Good and Evil 2, toch? Hij is de spiritual father daarvan, dus als die weg is, ja. Er wordt niks. Want ze hadden een mooie wereld gebouwd. Alleen ze hadden nog geen idee wat ze daarin gingen doen. Maar wederom. Ze hadden iets gebouwd wat impressive was. Een tech demo. Geen idee nog wat ze daarmee gingen doen. Dat zeiden ze zelf ook, hè? Van, ja. We weten het nog niet. Nee, we hebben iets gemaakt en dit zijn de characters en dit is de wereld. Maar voor de rest hebben we geen idee. Dus ja, dat... En dat vind ik dus gewoon heel spijtig. Bij een uitgever met, weet je, met de resources van de Ubisoft. Op zowel creatief vlak als productioneel vlak. Nou... Weet je, hoe heet het? Ze hebben toch altijd best wel... ik ben nu gewoon de naam kwijt. Maar van Game Directors die best wel... Ze hebben wel grote Game Directors. Ja, dat is waar. Maar zoveel zijn het er ook weer niet. En die zijn volgens mij dan allemaal al weg. Dus ja. Ja, nou, doodzonde inderdaad. Gaan we door naar het volgende nieuws. PlayStation VR 2. Ja. Die is tijdens de CES. Volgens mij was het tijdens de CES. Ik heb er niet zo heel veel mee gekregen deze week. Is die uit de doeken gedaan? En natuurlijk is dat niet echt een verrassing, want het was al wel bekend dat er een tweede versie aan zou komen voor de PlayStation VR. Alleen nu hebben we ook officiële specs. En ik lees het hier gewoon heel even op. Will boast 4K HDR OLED panels. Wat natuurlijk echt gruwelijk is. OLED is gewoon echt, zeker ook voor VR, een enorme verbetering. Ik heb de Quest 2 bijvoorbeeld, die van OLED is gegaan naar LCD. Nou, merk je toch wel een groot verschil, hoor. Weet je, de resolutie Quest is flink omhoog. Quest 1 had OLED? Ja. What weird. Ja, ik zie evenveel pixels namelijk wel, hoor. Ik weet niet of de Quest 1 OLED had, maar ik had de Rift en die had OLED. Ja, okay. En dan ging je naar Quest. Zie ik ook pixels, maar nu is het wel 4K-ish. Ja, nu 4K-ish. Resolutie van 2000 bij 2040 pixels per oog. Met een 110 graden field of view heb je daarbij. En hij ondersteunt frame rates van 90 tot 120 hertz. En waarom is dat zo hoog? Omdat je dat nodig hebt voor VR. Anders ga je gewoon een beetje misselijk worden. Althans, veel mensen worden daar heel erg misselijk van. En er komen ook twee nieuwe PlayStation VR Sense controllers komen erbij. En je hebt gelukkig geen camera meer nodig. Het is inside-out tracking. Net zoals de Oculus Quest 2. Dat houdt in dat alle cameraatjes, alle meetapparatuur zitten gewoon in de headset zelf verwerkt. Dus je bent niet meer afhankelijk van de camera of andere dingetjes. En hij doet ook een eye-tracking. Wat er weer voor gaat zorgen dat de game, dus wat een input is. Waardoor de game bijvoorbeeld ervoor kan kiezen als jij naar iets in de verte staart. Dan wordt dat in een hogere resolutie wordt dat weer gegeven. Maar alles wat buiten je focus ligt, wordt in een lage resolutie gerenderd. Waardoor je dus één veel mooiere graphics op je scherm kan toveren zonder dat het heel erg veel resources kost. Ja, inderdaad, het kost minder resources. Maar je hoopt dan wel dat... Ik vind dat namelijk met VR heel moeilijk, omdat een menselijk oog, ja, waar je naar kijkt, dat heeft de focus. Ja. In een VR-game bepaalt de game wat jouw focus is. Wat heel irritant, want soms dan... Maar hier dus niet. Omdat schijnt, kijk, daarvoor bepaalde ja, maar dat de game wel dat. Goed. Nee, maar daarvoor bepaalde de game dat, omdat je geen input ervoor had. Nu heb je een input die gewoon gegeven kan worden. Ik hoop dat het snel genoeg is, dat het niet bloedirritant gaat voelen. Dat je kijkt al en je ziet het heel langzaam. Want je oog is soort van, weet je, is snel. Ja, dus hoe snel dat gaat. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Ja? Ja, op zich zijn het hele mooie specs. Ja. Ik was sowieso wel benieuwd wat dit ging doen. En ik zat toevallig een paar dagen geleden een filmpje te kijken van een van de meest high-end VR sets die er zijn. Dat was een set van $8000 of zoiets. Om ook even weer even een beeld te krijgen van, weet je, het was dan even zo'n piek over VR. Ja, daarna was iedereen er weer klaar mee. Maar weet je, het is nog steeds wel degelijk hele belangrijke tech die nog steeds een hele grote rol gaat spelen in
sowieso gaming veel groter dan dat het nu is. Daar ben je van overtuigd? Ja. Het gaat niet de weg van 3D? Nee. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat dit doorontwikkeld gaat worden. Ja. Maar ja, wat we al lange tijd wisten. Weet je, kijk, wat bijvoorbeeld interessant was, als je die tech zag van die headset van 8000. Mm-hmm. Kijk, op het moment dat dat gewoon je headsetje van 300 euro is. Ja. Weet je, dan heeft iedereen zo'n ding liggen. Want dat is een premium ervaring. En ja, weet je, als ik nu, weet ik veel, van die idioten met hun telefoon aan hun hoofd gestrapt zie, heb ik zoiets van, ja, nee, natuurlijk is dat geen VR. Nee. Dus weet je, als je op basis daarvan gaat evalueren of VR wat gaat worden of niet, ja, nee, natuurlijk heb je... Er zitten nu een paar mensen heel erg soort van teleurgesteld zo. Nee, maar... Ik vind het niet kut dat je dat doet. Nee, die gooit het nu weg. Godverdomme. Begrijp dat niet, weet je, is wat VR ons gaat bieden. Want als je echt zo'n high-end ding ziet, weet je, dat staat vol met... Ik heb die naam even niet onthouden, dat is stom. Ik kan het trouwens heel snel opzoeken, want die staat vast nog in mijn history. Is het niet gewoon die Valve VR? Die was 4000 volgens mij, of wat dan ook? Nee, dit is echt nog een stukje duurder. Je mag het opzoeken. Maar die... Want dan kan ik aan Koos namelijk vragen, is dit draadloos? Nee. Nee, en ik zie je trouwens, wacht even, druif en koffie, vrijdagmiddag toch? Ja, dit is voor mij dry January. Ja, voor jou ook, denk ik. Ja. Niet helemaal bij choice. Moeten we even alcoholvrij bier halen? Ik heb last van maagsfeer, dus ik mag sowieso geen alcohol drinken. Het komt er redelijk goed uit nog. Maar dan heb je alsnog wel gewoon gedaan met kerst, toch? Met kerst en oud en nieuw zeker. Ja, precies. Maar gewoon nu, zeker. Even die maagsfeer, even taunten. Ja, nu een maand lang niet. Dus nee, dat kan ook geen sambal dan eten, hè? Ja, ik moet zeggen, ik eet nog wel pittig, maar dus heel mild pittig, ja, zeg maar. Gewoon, ik denk wel voor mijn broertje zou dat zijn. Ja, daarom. Dus dat is voor jouw mond, doet het niks. Maar voor je maag is dat nog steeds shit. Maar stel dat ik dat 10 keer in de week zou doen, is het nu 1 keer of zo. 10 keer in de week? Oh ja, dat kan. Gewoon pittig, ja. Pittig gestroomd. Ja, maar alsnog. Doe het dan gewoon niet. Ja, nee, I know. Maar anders maakt het ook gewoon niet. Vario, de headset. V-A-R-J-O. Vario? Zo, dat klinkt en, kut. En dit model, dit nieuwste model is de XR3. Vario XR3. Ja. Wel, hoe heet het? Ja, ik zie... Hij ziet er nog redelijk normaal uit. 6.000 euro. Hey, ik vind hem nog redelijk normaal eruit zien. Ziet eruit als een fucking vette, hoe heet het, set, man. Ziet er gewoon uit als een vettere Vive. Of nou ja, een gewoon Oculus. Ghostbusters, ja. Ja, ook heel erg voor Ray Stantz. Ja, heel bruut. Maar goed, in ieder geval, weet je, dit zit vol met allerlei extra toeters en bellen. Om een heleboel van de issues die er nog zijn met VR nu al een beetje te verhelpen. Maar goed, dat is dus 6.000 euro zonder audio. Het is eigenlijk gewoon een vind ik dus ook niet zo erg, want daarvoor heb je gewoon lekker je eigen koptelefoon. Dat is dus ook het designprincipe van, ja. Weet je, op het moment dat je 6.000 uitgeeft voor je VR, dan heb je ook een hele specifieke eis voor je headset. Precies. Dus die kan je zelf hiermee combineren. Ja, Splinter Cell. Maar dit is meer concept dan een echt product. Toch? Nee, dit wordt door heel veel bedrijven gebruikt. Ja? Als jij bijvoorbeeld een VR showroom maakt en je hebt gasten of klanten die over de vloer komen, dan is dit binnen je budget. Het is gewoon niet consumentenlevel. Maar ik vond het interessant om te zien wat er wel mogelijk is. En het punt. Wat is de specs? Weet je, dan kunnen we dat ook nog even zien. Wat hier wel de specs van zijn. Oh. Ja, dat is een plaatje, Koos. Dat hebben we al gezien, man. Ja. Vario. Oké, hoe kom ik hieruit? Koos krijgt het plaatje. F11 of gewoon Escape? Ja, dat heb ik al gedaan. Ja, F11. Oh. Hoppakee. Wat raar. Maar het gaat me verder niet per se over deze headset. Als je all doet. Maar gewoon puur het principe van wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. Even kijken hoor. 2 keer 1000, 2000 ook. Dus ongeveer hetzelfde qua... Ja, maar hij heeft nog een tweede scherm. Dus er zit een nog een extra LCD voor een soort van... Oh, hier kijk. Hier hebben we ook een goede vergelijking. Weet je, we hebben een Rift Developer Kit 1. Die had 0,5 megapixel per oog. Nou, de Quest waar we het net over hadden, die heeft 3,5 megapixel per oog. De Quest 2. Want die heeft een flinke booster ook gehad qua resolutie. Dit is 9,7. Ja, dit is gewoon 3 keer. Maar ik ben benieuwd wat die PlayStation VR 2 dus nu doet. Waarom staat de PlayStation hier niet tussen? Ja, omdat die eerste was gewoon natuurlijk, my first VR set. Ja, maar beter dan de Rift. Rifts. Weet ik niet.
Jawel, dus wel één, dat niet 0,5 megapixels per oog, denk ik. Niet 27p? Ja, 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 ja. Nou, ik denk actieve koeling. Zit erin. Oh no, watercool. Ja. Actieve koeling. Kijk, hij gaat helemaal een soort van, ik zie die nerd. 200 actieve koeling zit erin. Ik heb zoiets van, who gives a fuck? Ja, omdat je niet, wat krijg je dan niet een warme edde? Nou, dat is mijn grote probleem vooralsnog met VR. PlayStation VR, cool, leuk dat het er is, maar had nooit mogen uitkomen. Dus zeg maar, ze hebben, ja, mijn broertje ze hebben een hele degelijke... anderhalve game erop gespeeld. Nou, dat bedoel ik. Ze hebben een hele degelijke VR-headset voor echt een fantastische prijs uitgebracht. Ja. Zonder content. Er is gewoon geen content voor. En misschien 1-2 games daar... Gran Turismo werd toen ook nog groot aangekondigd van die kan je in VR spelen. Bleek dat je alleen maar 2 rondjes kon rijden per circuit. That's it. Ja. Tegen 1 tegenstander. Ja. Ja. Die Resident Evil destijds werd natuurlijk een beetje 7, gecombineerd. Met die was tof. Die was gewoon oké. Okay. Ja, en je had, maar de resolutie was zo laag. Ja, dat weet het was wel speelbaar. Ja, maar ik vond het niet echt overkomen. Nee. Kijk, ik ben toevallig nu 's avonds Resident Evil Village aan het spelen. Omdat ik dus alle grote gemiste games van vorig jaar, die ik in alle top... Vette titel ook hoor. Langs. Ik ben meer dan aangenaam voor... Ja, snap ik. Want ik was al een tijdje gewoon dat ik Resident Evil leuk vind, maar van... weet je... Maar je hebt 7 ook gespeeld dus? Ja. Ja, ik heb eerst 8 gespeeld en die vond ik zo vet. Toen wilde ik 7 ook spelen. En 7 heb ik vorige week uitgespeeld. Ja. Dat vond ik zo fucking vet. Ja, maar ik vind 8 echt wel fucking... Is 8 vetter? Nee, vind ik niet. Ik heb 7 gespeeld, vond ik vet. Maar ik vind 8 qua stijl veel toffer. Ik vind 8, ja, die stijl. Maar die, is echt... maar die familie, dat is wel echt een ding in 7, man. Nee, maar ik vind 8 gewoon creatief. Weet je, qua horror, ik vind dat... Ja, precies. Ja, zeker. Het is zo fucking bruut en het zit zo vol met... En first person werkt veel beter voor die serie, toch? Ja, nee, maar ik ben hem dan nu op de PlayStation 5 aan het spelen met ray tracing, hoge frame rate, 4K, weet je, glorious. Als ik, zonder dat ik dus, wat je met die eerste VR-set van PlayStation wel had, dat je, vergeleken met je tv-scherm, als je een goede tv had staan, ging je een enorme stap terugzetten qua resolutie. Want weet je, die Resident Evil heb ik toen gespeeld met PlayStation VR. En het was een gimmicky ervaring, maar de resolutie was echt te laag. Ja. Nee, maar als ik gewoon de grafische kwaliteit, gewoon dezelfde fidelity wat ik nu op mijn OLED-tv heb, als VR-set, en dan de gameplay van Resident Evil Village... Ja, sorry. Ik zit... Maar waarom is die niet VR? Dat vind ik zo raar. Nou, omdat je daar echt wel de juiste headset voor nodig hebt. Ja, maar één, ten eerste, die is er. Althans, die komt er nu voor PlayStation VR. En op PC was die er al natuurlijk. En Resident Evil 8 is al op PC. Dat is inderdaad een goeie. Ik weet trouwens misschien niet komt het of ze dat niet aan de praat hebben gekregen met goede VR headsets op de PC. Nee, ik heb ook geen idee. Maar als ik dat speel met met deze specs VR-set, als het echt allemaal zo goed blijkt te zijn, met mijn koptelefoon op, dan Resident Evil Village. Ja, sorry. Dan scary. Ben ik echt een happy camper. Ja, dan ben je even... Maar ben je dan iemand die speelt, als je loopt een teleportje, of je loopt? Nee, ik loop. Ik ben wel immersive. Ik kan dat niet, man. Want ik zweer het je bij mij, na 20 minuten ongeveer, altijd om en bij 20 minuten. Nee, jij hebt het één keertje meegemaakt in de studio. Nou, het begint bij mij zweet uit te breken. Ja, Vond het stressvol. Nee, gewoon, ik word er misselijk van. Overstimulant. Ja, omdat je zit, maar je ziet wat anders. Dus maar dat is ook gewenning, hè. Dat is wel, en dat is niet chill. Het is namelijk bijna aan ik wou dat zeggen, dat je kotsmisselijk wordt. Ja, dat. Weet je, als je wel eens zeeziek bent geweest. Dat zo voel je. Weet ja, je zeker. Weet ja, het. Dat is niet nice. Nee, maar, en je kan daar dus aan wennen. Het is gewoon gewenning, maar het is niet nice. Is het niet gewoon motion sickness, ja. Ja, ja, het is 100% motion sickness, inderdaad. Maar je merkte gewoon bij de PlayStation 4, die was daar gewoon niet voor geschikt. Gran Turismo had te praten. Het was een beetje vroeg qua nou, maar ik weet toevallig, omdat ik naar een preview evenement ging voor GT Sport destijds, kregen we ook VR. En toen was ik letterlijk tegen gewoon volledige race, 10 rondes bij wijze van, met 16 tegenstanders of 12 zoiets, was ik gewoon aan het racen in VR. Maar je zag gewoon echt letterlijk... Oh, kom ik binnen 5 meter? Dan spant er opeens een nieuwe bumper, weet je wel? Die LOD, was belachelijk hoe die schaalde. Dus je merkt al, dit werkt gewoon technisch gezien niet. En ze hebben het ook uit de game uiteindelijk gehaald. Dus die shit was er gewoon niet klaar voor. Nee. En een ander groot probleem, en ik denk niet dat de PlayStation VR 2 dat gaat oplossen. Ik denk dat we daarvoor nog een paar jaartjes moeten wachten. Is gewoon, het is nog steeds niet zo comfortabel
als normaal gamen. De immersion is 100%. Ik vind bijvoorbeeld Star Wars Squadrons vind ik super vet om te spelen in VR. Je voelt echt alsof je in een X-Wing zit of een TIE Fighter. Maar je hebt wel zoiets na 1-2 missies. Ik heb er even genoeg van, man. Je gaat er sowieso verzweten omdat je zo'n ding op je kop hebt. En het zit gewoon niet zo lekker. Het zit niet zo lekker. Dat is ook zo stom, weet je. Het is natuurlijk logisch ook waarom. Maar het zit ergens gewoon nog niet lekker genoeg ook. Nee, gewoon niet om lange gamesessies. Nee. Maar daarom is het interessant als Sony dit doet. Omdat zij wel echt van de consumenten elektronica zijn. Ja. Ja. Dus zij hebben wel heel erg de casual console gamer in mind. Dus dit moet een wat gangbaarder product zijn dan misschien, weet je, de meest high-end PC VR sets. Ja. Dus ik denk als iemand nu een VR set kan uitbrengen die veel van die problemen verhelpt door wel gewoon wat comfortabeler te zijn, dan is dat Sony. Dus ik ben super benieuwd wat ze doen. Ik wil zeggen, Sony is echt al zo lang bezig met headsets met schermpjes erin. Dat is echt niet normaal. Ik weet nog vroeger, volgens mij denk ik 1997 of zo, dat ik met mijn vader, nee, het zal 98 zijn geweest, denk ik. Dat ik met mijn vader naar de autorij ben geweest. In Amsterdam natuurlijk. Ben ik naar de autorij geweest. En daar kon ik Gran Turismo spelen. Die was nog niet uit. En die kon je op zo'n brilletje spelen van Sony. Oh, die shit. Dat was zo belachelijk. Het was niet VR hoor. Maar dat vond ik toen de tijd ook al zo fucking vet. Nee, ik ben benieuwd. Ik bedoel, mijn PlayStation 5 hou ik inmiddels al genoeg van. Dat ik opensta voor een vette accessory. Je houdt er zoveel van. Je hebt hem zelfs meegenomen vandaag. Ik heb hem zelfs meegenomen. Ik neem hem altijd mee. Maar twee dingen. Deze kan natuurlijk niet op de PlayStation 4. Nee. En daar heb je ook niks aan, hè? Want de PlayStation 4 is die krachtig trekt het genoeg niet. Om... Nee, fair enough. Nee, die krijgt die resolutie er niet uit met deze frame rate. Nee, dat snap ik. En dan nummer twee is, we hebben de PSVR 1, zoals we hem dan nu kunnen noemen, gehad. Daar was geen content voor. Hoezo gaat dit anders zijn nu? Omdat nu in ieder geval is de hardware is krachtig genoeg. En breng Half-Life Alyx uit op PlayStation 5. Ja. En je hebt al je killer titel. En je hebt al meteen je bestaansrecht. Want Half-Life Alyx is zo'n bijzondere ervaring ten opzichte van welke andere shooter dan ook. Ja, nee, dat dus het nu echt VR native is. Dat is zo gruwelijk. En dat zijn ook de geruchten. Er zijn genoeg games inderdaad. Weet je, zo'n Resident Evil kunnen ze nog makkelijk aanpassen. Ja, alle racers. Ja. Er zijn genoeg games die super interessant zijn. Horizon Call of the Mountain. Nou, die dus aangekondigd is. Die komt eraan, maar ik weet natuurlijk niet wat dat gaat zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat de tech demo bewijzen van is. Die ze slijten aan de gebruikers. Maar ik vind dus nu, mijn broertje heeft het gekocht. Hè. Die is best wel een PlayStation fan. Niet deze, maar de vorige. Ja, die is gewoon genaaid. Die heeft gewoon 300 piek aan niks stuk geslagen. Ja. En dat vind ik gewoon sneu. Snap ik. Mijn vader hetzelfde eigenlijk. Die was heel enthousiast van, oh, VR, nu in je huiskamer. En uiteindelijk kwam er gewoon niks voor. Nee. Hij heeft die headset gekocht en hij heeft niks kunnen spelen eigenlijk. Echt. Nee, dus deze heeft mijn sentiment niet mee. Ik heb mij wel. Ja, omdat... Daarom koop je de tweede versie. Maar laat ik het zo zeggen. Maar iedereen wist al, op het moment dat die eerste PlayStation 4 uitkwam, het is te vroeg. Eigenlijk hoort je jouw niet. Schuld. Nee, maar... ja, het is mijn schuld. Ik voel mezelf heel vervelend. Ben je het broertje van een Game King? Ja. En dan laat die gast je gewoon... Die laat je hij heeft ook niks gevraagd. Hij heeft het gewoon gekocht. Maar, ja. Nee, dus dat. En inderdaad, Horizon Call of the Mountain zit er nog aan te komen. Maar ik hoop vooral echt dat die Half-Life... Zet hem even op. Ja? Was ook een goede presentatie van Jan-Bart Verbeek. De art director van Guerrilla. Die ik sowieso een vette art director vind. En ook wel eens een biertje mee in de kroeg heb gedronken. Zo. Niet dat hij het nog weet, maar hij was er ook. Wat een name dropping hier. Ja, ja, ja. Ja. Friend to the stars, deze Jelle. Dat zijn we allemaal. Ja, daar is hij. Hey, ken mij nog Jelle? Ik ken hem. Ik heb met hem in de kroeg gestaan en een biertje gedronken. Daar komen we heel dichtbij, hoor. Ja, maar dat is toch. Dat is dus wel zo. Dan komt het dus wel. Een soort van, als je letterlijk een soort van, weet je, als je hem heel dronken hebt gezien, dan is het heel grappig om hem. En dat is ook een ding. Normaal is Guerrilla nooit heel goed in het maken van deze filmpjes. Ja, toen vroeger met Herman tijd wel, want die is gewoon wat, die kan wat makkelijker presenteren. Maar je hebt natuurlijk die andere dudes die dat voor Forbidden West deden. Ja, vond ik heel Nederlands knullig. En afgezien van het shot, dat wel even ietsje meer ingezoomd. Weet je hoe dat maar is? Vind ik dit een hele goede presentatie. Het is hetzelfde als dat de GameKings kijker zegt van, ja, nee, ik ken Jelle. Ik heb wel eens met hem in de kroeg biertje gedronken. Nee, maar dat 5 meter dat is precies. Nee, gewoon met hem gepraat. We hebben gewoon contact gemaakt. Op de GameKings Premium Party, als wij langer dan 10 minuten geluld hebben, goed, dan dat is dat de presentatie het. Kijken, het gaat niet om de presentatie, ik wilde gewoon die game zien. Okay. Nee, je wilde deze man zien. Je was heel erg op deze man aan Ik wist niet eens dat deze man in deze video zat. Het gaat om de game. Het is wel een hoop geluld.
lul, goed maar gepresenteerd. Oh, hier. Het is een heel klein stukje. Ja, ja. Anders redden we dit nooit. We zijn alweer drie kwartier aan het lullen en we zijn volgens mij nog nergens. Kijk, je ziet hem trillen ook. Ja, dat natuurlijk. Het is daadwerkelijk gecaptured, denk ik, met VR, omdat het beeld trilt. Ja. Ben je weggeblazen door deze graphics? Nee, natuurlijk niet. Maar het is fucking VR. Dus het is ook helemaal niet gek, toch? Nee, de mooie, ik bedoel, voor VR graphics. Ja, dat is dat ook. Shit. Ja, voor VR graphics vond ik dat heel vet, ja. Ja, ik vond het wel oké. Okay. Kleine coacher heeft inderdaad zeker met mij een biertje gedronken op de verjaardag. Jij kent mij, weet je, op die manier. Op dezelfde manier. Misschien nog wel iets meer, want we hebben ook vast wel een keer een show samengespeeld, volgens mij. Dus. Nou, kijk eens aan, inderdaad. Ja, eigenlijk nog één ding wat ik hier bij wilde vermelden is, inderdaad, het is nog steeds bekabeld, maar niet meer zoals de vorige PlayStation VR, waarbij je en een los kastje nodig moet hebben en drie kabels die kant en drie kabels die kant en dan moet je hopen dat HDR nog werkt op je tv. Nee, het is gewoon één USB-C kabel. Dus daar kan genoeg data en stroom doorheen om dat ding te poweren. Dus dat is inderdaad zeker wel nice, man. Even kijken. Wat hebben we nog meer aan nieuwtjes dan? Ja. Nou, nog heel veel, denk ik. Ja, denk je? Ja, nog voor zeker een half uur. Ik heb nog niet gezien wat er nog meer stond, inderdaad. We zijn nog niet eens op de helft van de scroll, dus jezus. Precies. Er is nieuws over EA, DICE. En DICE heeft de fan-favorite rush mode van de Battlefield 2042 playlist verwijderd. En ik moet zeggen, ik zag ook al de vraag erbij staan van JJ. Deze game is slechter dan dat ik dacht. Om een of andere reden. Soms speel je een game. Jij zei dat of JJ zei dat? Nee, JJ vroeg, speel je het nog? Ja. Eigenlijk wel. Ja. En ik kom erachter dat ik het niet meer speel. En eigenlijk is dat gewoon door een gebrek aan kwaliteit. En soms kan je iets spelen voor een review de eerste twee weken en dan vind je het vet. Het is ook leuk, en dan, nieuwigheid is leuk. Ja, en dan sterft het toch heel snel daarna een vroege dood. En dan heb je wel zoiets van, mijn review dekt niet de lading hoe ik nu denk over deze game. En dat wil ik toch wel heel even gezegd hebben. Ik vind het echt een slechte game namelijk. Slechte? Het was die nummer 1 game van jou? Oh, nee, dat is nee, totaal niet. Maar het zit niet eens in mijn top 10, gek. Jawel, of nee. Was het een mansion? Nou, dat was de teleurstelling. Nee, ik weet het niet. Nee. Dat was wel je top 10, toch? Nee, oh, nee, zit zeker niet in mijn top 10. Battlefield 2042 hebben we het over, mensen. Ja, weet je wat het ding is? De game is precies twee weken leuk. En daarna ben je er eigenlijk wel klaar mee. En wat we ook zien is natuurlijk dat tegenwoordig meer mensen Battlefield 5 weer spelen dan Battlefield 2042. Wat pijnlijk is. Ja. Vooral omdat Battlefield 5 ook al niet een hele goede game is. En ook al niet heel erg goed ontvangen is. Maar ze halen in ieder geval Rush eruit. Want wie is er ook weer aangenomen om deze serie te redden? Die heeft zoiets van, nou laten we Rush eruit halen. Vince Zampella. Zampanella. Ja. Die is er fucking, Zamboni, die is er fucking bijgetrokken. En die heeft zoiets van, nou laten we in ieder geval de fan favorite eruit halen. Nou, kijk, kan het daarna alleen maar beter. Dat is ook een tactiek. Eerst kutter maken, daar alleen maar beter. Altijd shit afpakken om later weer terug te geven. Precies. Hier, jullie hebben geluisterd. Ja. En inderdaad, EA Play schijnt toch wel een goede abonnementservice te zijn, want het kost je maar €4 en dan kon je 10 uur lang de game spelen. Ik denk dat dat precies genoeg is. Ja, ja. Ik denk echt dat. En dat in de review zouden jullie kopen. Kopen. Ja, toen was dat leuk. Willen jullie een drive trouwens? Ik heb een hele genuanceerde kopen, budgetbakken, slopen heb ik gedaan. En mensen zeiden ook, goed dat je het in ieder geval nog op die manier geduid hebt. Want voor de meeste mensen had ik al gezegd, wacht maar gewoon totdat hij in een abonnementservice zit of wat. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, en ook omdat hij niet klaar is. En er ontbreken nog steeds, volgens mij, voice chat ontbreekt er nog steeds in een squad-based shooter. Weird. Er ontbreekt nog steeds een scorebord. Alle maps zijn fucking saai. Nou, scorebord is gewoon om mensen niet buiten te sluiten. Hè? Dat, ja, dat is tegen toxicity inderdaad. Precies, tegen toxicity. Dat is iets waar gaming om draait, een leaderboard. Nee, dat moet eruit. En je kan dus nog wel Rush spelen op custom portal servers. Dat is misschien nog wel de beste mode in de game. Maar daar hebben ze XP progressie weer gecapt, zodat je daar niet lekker het leuk kan spelen wat je het leukst vindt. En daar ook nog experience mee verdienen. Want dat is natuurlijk te veel gevraagd. Ja. Ik weet niet wat de fuck ze aan het doen zijn bij EA DICE. Waar kan dat aan liggen, jongens? Hoe kan je van zo'n legendarische studio met eigenlijk een concept, wat redelijk simpel is, maar heel goed werkt. Ja. Battlefield. Ja. Al 3-4 stinkers achter elkaar droppen. En als ik dan ook nog Battlefront erbij stinkers. Kan. Ja. Hoe kan dat? 4. Ja. Geen idee. Daar kan ik je op dit moment geen antwoord op geven. Denk. Heb jij een verklaring, Steve? Nou, Battlefield is natuurlijk totaal niet mijn ding. Maar
gewoon objectief bekeken, los van om welke game het gaat, gewoon een hele gerenommeerde studio die jarenlang succes na succes boekte, een beetje de draad te zien kwijtraken, is natuurlijk iets wat we de laatste jaren heel vaak hebben gezien. Nou, dat is het. Blizzard kan het ook. Dat doet het natuurlijk ook een beetje. En er zijn nog wel meer voorbeelden. Ja. Er zijn, ja, weet je, allemaal van die bedrijven die zijn zo lang zo succesvol geweest en die groei naar groei naar groei. En ik denk op een gegeven moment, dan is dat gewoon de dood van creativiteit. Want ja, er komt gewoon te veel commercie bij kijken. Ja, dat is natuurlijk een ding. Maar ik kijk, met Blizzard bijvoorbeeld kan ik meer begrijpen, omdat het toch wel wat complexere games zijn over het algemeen. Dit is heel recht toe recht aan. En wat ik al zei, het is een briljant concept, maar het werkt ook gewoon heel erg goed. Het is niet een briljant concept, het is heel simpel. En ja, daarom simpel is het zo lastig om het te verkloten. Maar nou, dat doen ze inderdaad Hardline dus ook. Ze doen het al jaren eigenlijk. En inderdaad, dat je dus een misser hebt, dan is het toch meteen zeg maar, oh, we stappen veel te ver af van wat we origineel hadden bedacht. Ja. Laten we gewoon even teruggaan. Ja. En dat één keer gebeurt, oké. Twee keer? Bijzonder. Drie, vier keer? Ja, vijf keer. Wat? Ja, het is insane. Ja, dat is heel weird. Iemand zei net ook, Cliff volgens mij in de chat, die zei van, maar hoe, weet je, waar zijn dan de goede devs? Want dus er gaan blijkbaar heel veel devs weg en dan krijg je dus shitgames. Ja, maar dat waar zijn die dan beland? Ja, allemaal nieuwe studio's. Ja. En weet je, van al dat die duurt heel studio's lang voordat ze een game hebben. Nou, en het zijn kleinere projecten ook. Ja, ja. Weet ja, je, tenminste, ik heb de harde cijfers niet, maar wat ik wel vaak hoor is dat heel veel goede getalenteerde developers uit frustratie weglopen bij de hele grote uitgevers. En dan maar ervoor kiezen om een kleiner eigen project op te starten. Ja, maar die ook nooit zo goed zijn, omdat het te klein is. Leuk is het niet om op dit niveau te werken. Nou, ik denk dat voor sommige mensen is het heel cool om natuurlijk een hele fucking heel groot project hopelijk goed te doen. Als je uitvoerend bent, als jij gewoon, weet je, niet de beslissingen maakt, maar je krijgt in je schoot geworpen, je bent een 3D modeler en je krijgt assets om uit te werken. En zo moet het eruit komen te zien. Je hebt geen vrijheid. Onze concept artist heeft dit gemaakt. Jij moet dit gaan namaken. Nee, maar dan kan dat cool zijn. Weet je, ja, als je begint. Maar voor de mensen die echt zeg maar de creatieve visie hebben, is het één grote strijd tegen de spreadsheet-fuckers. Ja. En dat is gewoon echt. Ja, maar die strijd willen voeren en hem eventueel ook winnen op veel vlakken, dat kan ook een iets fulfilling zijn. Ja, maar het zuigt je ziel leeg. En, ja, misschien. Je wint steeds minder. Ja, dat is het. Blijkbaar winnen we steeds. Winnen die mensen steeds minder. En voor heel veel developers loont het dan niet meer, weet je wel? Gewoon, en dan heb ik het niet over het financiële aspect. Want ik weet niet hoe goed of slecht ze er daarvoor staan. Maar op een gegeven moment heb je zoiets van, weet je, ik krijg alleen maar shit van de gaming community, omdat de game kut is, waar ik niks aan kan doen, omdat ik maar doe wat mijn overlords me zeggen. Ja. Het is het niet waard, man. Ik ga gewoon iets doen waar ik passie voor heb. Ja, maar er zijn dus ook, zoals Vince Zamboni, die dus nu net hierheen is gegaan, ook. Die heeft natuurlijk Respawn. Die heeft met Respawn een paar vette killers gemaakt. Dus het kan wel. Ja, tuurlijk kan het. Ik bedoel, en dan is het namelijk, dan heb je ook die strijd gevoerd met de spreadsheet managers en de corporate van EA en wat ook. En dan heb je gewonnen. En dan denk ik, ja, dan is het misschien wel extra fulfilling. Je hebt nooit echt gewonnen. Weet je, de balans is altijd positief. Het is niet binair. Je hebt altijd ingeleverd. Altijd. Ja. Ja, maar daarom. Kijk, als je na de strijd met corporate een goede game oplevert, had die game episch kunnen zijn. Kunnen. Dat hoeft niet, want het kan ook zijn dat corporate je scherp houdt. Ik kan me voorstellen dat als ik minder, weet ik veel, af en toe met MTV dat ze zeiden van, nou kunnen we dit niet even, dat ik ook meer missers had gemaakt. Natuurlijk zijn er, weet je, creatieve fladderaars die gewoon wel een beetje structuur nodig hebben. Maar over het algemeen, weet je, de mensen die naar het geld kijken zijn niet de mensen die zorgen dat een game beter. Nee, ja, nee, maar heel simpel. Ook naar mensen die naar het geld kijken is ook wel wat anders dan een producer. Nee, maar Jelle, we hebben er heel dichtbij gestaan onlangs in 2017. Star Wars Battlefront 2 is gewoon een goede game. Weet je wel, het steekt goed in elkaar. Ja. Laat ik het zo zeggen, het steekt goed in elkaar. Die game is helemaal verneukt. Waardoor? Door monetization en grinds die erin zijn gestopt om je te pushen om geld uit te geven in de game. We waren daar. We hebben in de studio zelf, daar waren we aanwezig. Daar hebben we ook de game gespeeld. Al die shit was er uitgesloopt voor ons. Wij konden puur en alleen gewoon de game, de mode spelen. Battlefield in Space, oude Battlefield in Space was dat. Ja, en het was awesome. Ja, ik heb echt 2 dagen
ben ik helemaal lauw gegaan op de shit. Het was gruwelijk. Ja, we wilden niet eten, we wilden meespelen met die game. Dennis, die game director. Hoe trots hij was op die game. We hebben nog een interview met hem gedaan. Hoe passievol hij over die game kon vertellen. En hoe alles wat smerig is niet aan, aan het licht is gekomen. Denk je echt dat hij dat in zijn game heeft gestopt? Nee. Hij is een creatief persoon. Hij wil gewoon een goede game maken. Ja. En vervolgens krijg je ook de opdracht mee. Ja, dit en dit. Dit moet er ook in. Van, ja. Je hebt iets heel vets bedacht, maar dit moet wat meer frustreren. Want anders gaan onze gamers niks uitgeven. Of, en dit moet wat meer dat. Ja, en dat klopt. Ja, maar zo maar op die dat manier wat is het bedoeld. En, nou ja, en dat maakt het kapot. Als je hem zo inderdaad insteekt, tuurlijk is dat dan helaas. Ja, maar helaas. Maar nogmaals, er zijn ook producers die een bunch of, weet je, crazy creatives bij elkaar kunnen houden om juist iets heel vets te maken. Dus je hebt het, vooral bij commerciële, je hebt het ook ergens wel nodig. Ja, maar weet je, ik denk dat wij het echt over shareholders. En weet je, ik heb het niet over een producer die zorgt dat het allemaal in het gereel is. Maar ik heb het over de mensen die aan de producer trekken. Ja, van bovenaf en extern. Weet je, ja, maar die zijn extern, ook slaven gewoon van de shareholders. Nee, want de shareholders interesseert dat geen ene drol. Nou, sterker nog, de shareholders zouden het liever nog hebben dat je de goorste kutgame aller tijden maakt die alle verkooprecords en monetization records breekt. Ja. Dan een hele goede game die het oké doet. Ja. Nee, dat is, en daarom. Maar dus die spanning, want een game ontwikkelaar, dus de uitvoerende creatives, die willen dat laatste. Die willen misschien een game, whatever, dat, of je heel veel, als het maar fucking de vetste game ooit is. Ik zie hier en die spanning werkt wel af en toe, hoor. Ja, natuurlijk. Het is altijd conflict. Ik zie hier wel een goede vraag van Cliffs. Want ik ben het totaal niet mee eens. Hij zegt, zijn gamers niet een beetje te kritisch tegenwoordig? Ik vind juist niet kritisch genoeg. Er wordt alleen maar frikandellen shit gespeeld. Ja, en daardoor blijkbaar heeft Ubisoft bestaansrecht. En, en krijgen we, denken ook elke keer uitgevers met deze shit weg te komen. Nou, en er is een verschil ook kritisch. Hè? Mondig, vocaal op internet is wat anders dan kritisch. Ja, dat is een kant van kritisch. Die hele vocale gasten en dames, dat is maar een kleine groep ten opzichte van wie de game speelt. De meeste mensen juist de grootste groep is niet kritisch genoeg. Je hoort ze niet. Nee, precies. Maar die zijn niet kritisch genoeg. Die kopen ze gewoon de stemmen game met hun portemonnee. Ja, inderdaad. Ja, sterker nog, die pre-orderen shit. Ja, ja, die pre-orderen shit. En dat is dus inderdaad, over het algemeen, en nogmaals, dat zijn dus niet de schreeuwers op internet. Want die voelen dan wel heel kritisch. Maar ook die vind ik altijd, gechargeerd. Voelt voor mij alsof die schreeuwen heel hard. Van nee, dit wil ik niet. En dan gaan ze alsnog gelijk die game spelen. Of ze hebben hem al lang gepre-orderd. Dus je kan wel schreeuwen, maar dan zet je niet je daad bij woord. En dan krijg je dit, inderdaad. Ja, een vriend van mij die had ook de 100 euro edition gekocht van Battlefield 2042. Er zitten alle toekomstige DLC bij, bla bla bla. Ja. Welke? Dude, weet je wat het gaat zijn? Nee. En hij was er nu al klaar mee met de game, dus hij heeft er spijt van. Ja. Zeg maar, dit soort shit houdt dat in stand. Ja. Ik pre-order sowieso niet. Wat heel, heel simpel. Als de game kut is, net als Anthem, dan zeg je later, tjallas. Doe het niet. Dankjewel voor die 100 euro. Ja, ja. En als het wel goed is, dan komt er alsnog content. En dan wordt het toch wel gekocht. Dan kan je het nog kopen. En dan wordt het toch wel gekocht. Ja. Dus ja, nee, stoppen met pre-orderen. Misschien eventueel. Ja, er zijn altijd, weet je, uitzonderingen daar gelaten. Abdel die zegt Elden Ring ook gepre-orderd. Ik heb Elden Ring gepre-orderd, maar niet omdat ik de game wilde hebben. Omdat ik die Collector's Edition wilde hebben. Is een ander verhaal. Omdat die anders opgaat. Nee, maar het is een limited run. Ja, dus weet je, het digitale games pre-orderen maakt geen één fucking sens. Nee, dat slaat echt helemaal nergens op. Nee, echt, maakt echt zeker geen als je er dan inderdaad wat incentives bij ziet staan. Ik ga alvast even 3 maanden Netflix betalen, en zodat ik over 3 maanden die ene serie kan zien. Nee. Was wel iemand in onze kliek, maar dat was niet de Blanke Bogarde die 100 euro had uitgegeven. Maar, ja, Steven wilde iets zeggen, maar dan onderbrak ik hem. Ik weet niet dat het bullshit is. Gewoon niet doen, weet je. Want dan zie je inderdaad die incentives. Dan krijg je er een skin en een dit en een dat bij. Als je een pre-order digitaal. 3 dagen ik heb het echt over de digitale. Zo, Weet je, het is inderdaad niet een gezond iets. Want je bent gewoon voor de reviews, voor eventueel Cyberpunk, voorbeeld. Dat ellende boven water komt, heb jij al gezegd van hier jongens, hier is mijn geld. Ja. Ja. Dus, het is blind vertrouwen. Ja. En kijk gewoon heel even naar de recente geschiedenis al. Ja, Cyberpunk. En kijk naar de lange geschiedenis ook terug, verre geschiedenis. Er is geen enkele reden om dat blind vertrouwen te hebben. Dat is er gewoon niet.
Nee. Nee. Scoring game op wat het is. Nee, maar dat betekent niet dat je als fan iets zo vet vindt dat je er je geld gelijk naartoe wil brengen. Ik snap ergens. Nou, ik maar snap het vroeger moest niet, maar ik snap dat kijk, mensen zo. Maar bijvoorbeeld vroeger, GTA San Andreas, weet ik nog heel goed. Die moest je gewoon echt pre-orderen. Dat waren nog fysieke releases. En er was gewoon een bepaalde oplage. Ja. En, daar komt het natuurlijk van. Ja, ja weet je. En dan kon het zijn dat als je hem niet dag 1 had, dat je 2 weken moest wachten totdat er een nieuwe voorraad binnenkwam. Dat maar dat is niet meer. Nee, daarvoor was het inderdaad. En daarvoor moet je het ook blijven zien. Maar dat is niet meer, dus doe het niet. Ja. En Collector's Editions, prima inderdaad. Want er zijn er maar een x-aantal van. Dus ja, hoe denk je erover Kickstarters, over games? Dat is wat anders. Want dan, als het goed is, als het goed werkt, dan vond je de ontwikkelaar. Ik heb laatst iets gekickstart. En ik had zoiets van, nou, dat is ergens een klein beetje een pre-order. Maar het is vooral ook funding voor de studio om iets... Het feit dat het een kickstart is, je weet waar je aan begint. En je weet ook wat het risico is. Precies. Het kan zijn dat jij €100 pledgt. En het kan zijn dat de game nooit verschijnt. Dat kan. Dat weet je. Star Citizen. Nee, maar dat zit erin. Ja. Weet je, dat kan gebeuren. Maar dit. En sterker nog, het is ook compleet iets anders wanneer Jantje dat doet met zijn 3 vrienden op zolder. Een Kickstarter start. Ja. Dan EA. Want welke developer was dat nou ook alweer die voor een hele grote franchise Kickstarter had van Shenmue? Shenmue, Sega dan? Denk Sega? Ik. Ja. Ja, dat is toch krankzinnig. Ja, ik denk niet dat het vanuit Sega kwam. Ik denk dat ze dat dus zelf hebben gedaan, de ontwikkelaar. Omdat Sega niet met money kwam. Dat kan ik me nou voorstellen. Ja, want zo zijn meer Japanse developers Kickstarter opgegaan. Net zoals die de main dude van Mega Man en Castlevania. Die hebben natuurlijk allebei hun eigen games op die manier van de grond gekregen. Ja, maar dit is later wel uitgegeven door dingen. Maar die hebben ze echt zelf inderdaad helemaal opgestart. Ja, ja precies. Nou ja. We hebben ook nog CES nieuws. Jij hebt volgens mij deze week heb je al verslag gedaan van CES. Ik zit er niet helemaal bovenop, want ik was druk bezig met andere dingen, jongens. Maar afgelopen week vond de CES plaats. En MSI toonde daar haar nieuwste modellen gaming laptops met een 12e generatie processor aan boord van Intel, neem ik aan dan. En hier hebben we een documentje. Een line-upje. Oh. Een line-up. Hoe werkt dit? Zo. Oei. Bam. Zo. Want deze heb jij denk ik mooie natuurlijk al een aantal van voorbij zien komen inderdaad. En ik hoorde, en misschien kan je dat bevestigen ja of nee, dat die 12e generatie Intel processoren wel weer een grote stap hebben gemaakt ten opzichte van Ryzen. Ja, maar Ryzen. Beide die worden veel aangekondigd. En die nieuwe Intel en die nieuwe Ryzen CPU's, die zitten natuurlijk nu in al die nieuwe aangekondigde laptops. Ja, ik moet zeggen, weet je, beide. In een laptop heb ik er iets minder. Heb ik minder voorkeur voor de een of de ander, omdat je hier vooral tegen de beperking van hitte en verbruik aan zit. Mm-hmm. Dus weet je, die best case scenario's, benchmarks van Ryzen versus die nieuwe Intel chips. Voor gaming laptops maakte dat niet zo heel veel uit, toch? Nee. Ik bedoel, van kijk, Ryzen was dan nog misschien voor mensen die meerdere dingen ermee wil doen, zoals productiviteit, was het misschien interessant omdat hij iets efficiënter was. Ja. Ja, nee, dat is nog steeds een beetje het verhaal. Maar inderdaad, in een laptop vind ik het voordeel van AMD over Intel niet zo relevant. Wat je bij de desktop wel natuurlijk al een paar generaties ziet. Ja. En ja, eigenlijk die hele CES, het was dit, weet je. Nieuwe laptops, nieuwe schermen. Slikke laptops. Ja. Want ja, waar we natuurlijk misschien wel 2-3 jaar geleden nog soort van de laptops, de gaming laptops heel erg gaming hadden. En hebben altijd commentaar op gehad. Soms is het namelijk iets nerdies bij je dragen heel tof. Maar de combo tussen iets heel slicks, wat we hier bijvoorbeeld zien, de Stealth GS of G577. 577. Dit is ook weer zo'n slikker. Waar ik net zeggen, wij zijn fans van die Stealth series inderdaad. Dat is fucking bruut. Weet je, wat we hier hebben, is volgens mij ook een Stealth. Of een Katana. Dat is nu de hybride. We willen niet per se de Mac, weet je. Boris was er vroeger altijd van, je moet er wel mee naar de koffietent kunnen. Ja. Dat kan tegenwoordig ook weer. En dat is ook nogmaals, het is ook leuk, heel erg leuk om te provoceren met een of andere ding, met soort van heel veel kleur en dit en dat. Maar uiteindelijk irriteert dat ook snel. En iets dat ingetogen slik en vet is, dat irriteert nooit. En daar zijn we nu eindelijk, en dat zijn ook waves, hè? Dus over 5 jaar hebben we weer hele lelijke shit. Nee, want dit heeft ook weer met die overlords te maken. Want ik had een gesprek met iemand van de Asus ROG, het was een keer vorig jaar of zo, weet je wel. En dat was ook een bepaalde show, maar het was behind the scenes en dan konden we gewoon heel lang 1-op-1 praten en zo. En toen hadden we het er ook over, die designs. En hij zei ook, ja, dat komt, dat waren gewoon boomers.
En boomers die hebben zoiets van, gamers? Die willen dit, deze lampjes. Nou, precies dat, weet je wel. En dat waren oude of Japanse mannetjes of Koreaanse mannetjes. Taiwanese, die, meestal. Ja, of Taiwanese, maar in ieder geval. Die allemaal zoiets hebben van, dit is wat gamers leuk vinden. Maar dit vinden gamers helemaal niet leuk. Maar omdat zij dan dat uitbrengen, denken andere laptopfabrikanten, zie nou wel, dat is wat gamers willen. En dan hebben we op een gegeven moment alleen maar lelijke fucking spreadsheet managers gehad. Waardoor dat dus spreadsheet komt. Maar nu zegt hij ook tegenwoordig van, nu vragen ze gewoon aan de jonge guys binnen het bedrijf, wat zouden jullie willen? Ja. En dan merk je dat we dus gewoon op veel rustigere designs komen. En het ziet er gewoon sleek uit. Ja, gewoon sleek, mat zwart, industrieel. Ja, weet je, top. Dat is de shit. Dat is wat we willen al jaren. En op een gegeven moment zijn we daar ook klaar mee. Hè? Over vijf jaar hebben we zoiets van, kennen we dit ook wel weer. Geef me nu wel weer met fucking yo-yo's en heel veel LED-lampjes of dit of dat. Ja, ik denk het wel. Kijk, deze vind ik trouwens ook wel tof inderdaad. Dus die heeft ook alleen zo'n bar. Weet je, nou, als je hem uitziet, zit het er gewoon uit. Ik wou het zeggen, hier zijn de meningen een beetje over. Ja, ik vind het cool. Ik vind deze bar heel cool, omdat die gewoon naar beneden schijnt op je desk, weet je wel. Dus dat ziet er wel cool uit. Deze hebben we volgens mij ook wel eens een keertje gehad, deze Raider. We hebben zo'n Raider nog liggen, zelfs hier voor onze nazen ligt die. Hij ligt daar beneden. Ah. Alleen we hadden nu zoiets van, gooi even de katana volgens mij erop. Of, kijk, die heeft een upgrade gekregen met een RTX 3080 TIE. Ja, dat was nu een beetje de main high-end grafische chip die je in de high-end laptops terug ziet komen overal. Heb je gehoord dat het niet TI is? Nvidia heeft nu officieel gezegd dat het TIE is. Thai. Ik ga het nooit van mijn leven zo noemen. Nee, ik mag niet. Thai. Ik vind het oké. Ja? 380 Thai. Waarom? Thai Fighter. Nee, maar dan is het een woord. Dan is het geen afkorting. Ja. Thai. Wat, het is dus geen afkorting, blijkbaar. Maar wat, ze hebben gewoon... waarom heet jij Steven? Dit heet Thai. Ja, dat is verschrikkelijk. Thai. Wat al is beter. Is toch ook... Het is toch niet... De Rutix. De Rutix Thai. Ja. Nee, sorry. Zie. En ik weet niet of het nu opeens is, jongens, maar het was tijdens de onthulling van de Rutix 3090. Ja, precies. Ja. Nee. Helemaal met MSI. MSI, Raider, Rutix, Roch. Ja, ik vind het wordt bijna fucking Klingon. I love it. Ja, eigenlijk wel. Ja. En als je er zo over nadenkt. Ja. Als het Klingon is? Hm? Ja, nee, pak af. Nee, MSI, ik ga het nog niet doen. Nee. Even kijken. Ze hebben ook nog eentje en die probeer ik te zoeken. Ik weet niet of die er dit keer bij zit. Dit is de Crosshair die we hier zien. Die 15-inch en 17-inch inderdaad is in een Rainbow Extraction look. De look eisen natuurlijk ook waarschijnlijk zonder de Rainbow Six Extraction look. Want dit hadden ze, daar hebben ze hopelijk heel veel geld gekregen van Ubisoft. Want dit wil natuurlijk niet per se kunnen maar cool uitzien. Maar niemand wil, heel eerlijk, hè? Niemand wil die game spelen. Nee, maar ook al ben je een gigantische Rainbow Six fan. Niemand wil een Rainbow Six Extraction laptop, denk ik. Om die game, nee precies. Ja. Nee, maar die wil niet een laptop die 6 jaar eruit ziet als een Rainbow Six Extraction. Nee, maar dus als het, weet je, een World of Warcraft of een iets dat 6 jaar lang relevant is. Ja, dan wil je dat. Dan kan ik dat zeker willen. Maar is er iemand die denkt dat Rainbow Six Extraction 6 jaar relevant gaat zijn? Nee, dat is volgens mij het punt ook. Ja, nee, daarom. Dus... Precies. Ja. Maar toch wel zo'n keuze gemaakt. Ja. Pulse hebben we hier. En deze is gewoon nog dunner geworden inderdaad. Even kijken. En iets door een designer van Maarten Verhoeven. Dat moet een Nederlandse man zijn. Dat lijkt me een zekerheidje inderdaad. Ja. Nou, ik zit te kijken of ze ook eentje hebben. Ja, die creators vind ik dus tof. Ja. Kijk hier dit. Nee, vooral die vol. Ja, dit is wel heel erg Mac-like. Behalve dat ze dus, en dat vind ik ook vet. Heb je nou al je Mac? Nee. En ik ben ook soort. Ja, ik zit nog steeds ben een beetje. Ben je nog steeds aan twijfelen? Ja, ik ben gewoon een notwaar twijfelaar. Dus, maar ik zie dus nu ook. Ik mis ook een beetje soort van de hele donkere Mac. Dat Space Gray is niet donker genoeg. En nu zie ik dus dit bijvoorbeeld. Deze creator units. Oh. Lijken heel erg mekkerig. Maar dan donker. Apple had vroeger. Ja, die is die amazing. MacBooks, die mat zwarte Mac. Die is amazing kleur. Ja, dat vind ik echt heel vet. Vroeger was Space Gray namelijk ook wat donkerder nog dan het nu is. Maar klopt inderdaad. Ja. Dan ga eens eentje naar beneden. Kijk, ja, ik vind dit wel sick hoor. Zijn deze ook met OLED displays? Want die creators die krijgen over het algemeen steeds vaker ook een OLED display. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, dat zat niet in dit. Hier. Ja, dit zijn alle andere. Dit zijn alle specs. Ja. Wat een van de dingen waar ik toch wel ook enthousiast van werd tijdens deze CES. OLED monitoren. Ja. Heb je hem gezien, die Alienware?
de QD Quantum Dot OLED monitor. Ja, er zijn er meerdere aangekondigd. Weet je wat ik grappig vond? Sorry dat ik even tussendoor kom. Ik vond dat de presentaties allemaal best wel slick waren voor een nerdbeurs. Dat vond ik gewoon heel grappig. Het is ook groot. Ja, maar daarom, het is groot. Maar ik ben er ook wel eens geweest. En als je daar dan kijkt naar hoe... Het is echt die Amerikaanse, convention shit. En het is eigenlijk heel, weet je, er staan die dudes op die aangetrokken New Balance met een groot pak aan. Dat is die shit nog steeds. En daarom vond ik dus al deze presentaties, vooral van de Aziatische dingen, vond ik heel vet gedaan. Ja, ze leren ook, hè? Ja. Ja, maar zeker weten. Bijna dus beter. Nou, niet beter als gaming. Maar zeker. Nou, misschien wel. Misschien slikker dan gaming vaak. Oké. Okay. Als in software, ja. Maar we hadden het over belangrijke shit. Ja, OLED-schermen. Ja. Ik heb alleen die van Alienware gezien trouwens. Over vijf minuten moeten we afstompen. Okay, dus kijk maar even waar jullie het nog over willen hebben. Oké, nou laten we dan even snel die Alienware-schermen. Nee, ja, die OLED-schermen. Dat zei Daan al. Van, dat gaat een grote trend zijn dit jaar. Maar hoe duur zijn ze nu? Ja, dat is dus nog een beetje de vraag. We hadden bijvoorbeeld bij die ROG-stream zaten ook twee OLED-schermen. Twee OLED-monitoren. Zijn volgens mij allemaal van Samsung, of niet, die panelen? Nou, we hadden daar het idee dat het LG-panelen waren, omdat ze op 120 hertz zaten. We hebben niet bevestigd, maar wat vooral apart was, het zijn monitoren van 42 en 48 inch. Oh, dan is het sowieso LG, ja dat Want, is LG. Je bedoelt TV's? Nou ja, er zit dus geen tuner in, dus nee, het is een monitor. Whatever, maar dat zijn wel serieuze schermen. Ik had het al met Daan over, dat zet je niet... Ik zet dat niet op mijn bureau neer. Maar het krankzinnige van... Voor je bank. Ja, dat ten eerste, maar het krankzinnige van die schermen is ook vaak nog, inderdaad, het is een monitor, dus het mist onder andere tuner en nog heel veel andere features. Ja. Tegenwoordig zijn tv's bijna zo goed als monitoren. Ja. En de prijzen moeten dan wel echt heel scherp zijn. Maar dat zijn ze nooit. Nee. Waarschijnlijk zijn ze nog duurder dan de tv. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat is weird. Ja, omdat het nieuw is. Nee, dat is weird. Dat klopt nog niet. Daar zijn we nog niet. Maar die formaten zijn inderdaad van LG. En die alles tussen 27 inch en 34 inch, geloof ik. Dat gaat nu allemaal Samsung QD OLED's worden. Ik heb alleen geen idee hoe duur die Alienware was. Dat heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar dat is dan 34 inch ultra-wide. Dus ook een apart formaat. Iets wat je niet vaak ziet. Ik zou dat echt... Als het 1000 piek is... 34 inch ultra-wide. Maar als het 1000 piek is, dan denk ik eraan om te upgraden. Ja, tuurlijk. Jesus, ik denk dat die meer gaat zijn. Ik denk ook dat die meer gaat zijn. Die gaat meer zijn dan dat. Serieus. Wat? Dat is heel veel. Ja, nee, het ding was, wat iemand zei het ook, van tv, want ik zat te kijken naar een grotere tv, 65 inch OLED gewoon voor in de woonkamer, maar dan heb ik een 55 inch OLED nog over, LG C9, G-Sync zit erop, dus het is een fantastisch scherm. Ik ga niet tweedehands verkopen, want dan krijg je er bijna niks voor terug, weet je wel. Is dat zo? Ja, mijn LG C9, ik denk dat je daar €600 voor terugkrijgt. Prima. Kan jij een vette gaming monitor kopen voor €600? Nee, dan ga je alleen maar op achteruit qua beeldkwaliteit. Ja. Ja, dus je gaat nu je 55 inch ergens mijn 34 inch ultrawide is al duurder dan die OLED. 600 piek. Terwijl die OLED veel betere beeldkwaliteit heeft natuurlijk. Bizar. Ja. Maar dan moet je die dus ergens gewoon voor je gaming laptop zetten. Maar ik ga niet een fucking 55 inch scherm op mijn fucking bureau zetten. Dat kan niet. Tuurlijk wel. Ja, nee, als mijn 65 inch OLED komt voor aan de PlayStation 5, dan gaat mijn 55 inch OLED naar de slaapkamer. Ja. Ja, maar dan heb ik dus al een 50 inch scherm. Nee, ik heb geen tv daar. Nee, ik ook. Ja, ik heb daar een 50 inch scherm, maar dat is nog een IPS paneel van Sony. En het is echt een waarloos paneel trouwens ook. Nou dan. Dat is allemaal toekomstmuziek. Hey, 1 minuut op de bank. Ja, oké, dan doen we het over NFT's. WC. Want NFT's zijn heel erg populair. Wat vind jij van de website? Daar hebben we nog niet over iemand over gehoord, denk ik. Jou, bedoel ik. Nee, nou ja, weet je, het concept geloof ik in voor in de toekomst. Same. Ja. Maar alles wat er nu gebeurt is nog gewoon... Creatieve armoede. Alpha-testing nonsens. Maar op welke manier ga je het vet vinden? Wanneer zou het werken? Dit wordt natuurlijk een beetje gekoppeld. Dat is een beetje het hele crypto-verhaal van Web3 en de metaverse. Ja. En op het moment dat we echt een volgende stap zetten in onze digitale identiteit,
dan geloof ik dat het digitale ownership van een enkel digitaal product waarde gaat hebben. Maar alleen dat is... Ze hebben nu gewoon geen goede oplossing. Voorlopig is dat nog niet. Maar je bedoelt waarde als in... weet ik wel, speculatieve waarde. Of is het gewoon cool om owner te zijn van de Normandy? Beide. Ik wil dat. Jij bent de helm van de Onion Knight, is van Steven Saunders. Staat hier in de blockchain. Ja, nou ja, weet je, dat is dan echt een commercieel product. Om dan moet de developer dat op die manier gaan uitbrengen. Want het is al van iemand. Iemand heeft dat gemaakt. Maar ook gewoon door, weet je, art. Ja. Weet je, omdat kijk, wat wel gewoon een ding is, mensen zeiden, want dat weet je. Oké, dit was einde van de week. Nee, dat right-click save as grapje over NFT's. Ja. Kijk, dat is natuurlijk. Maar dan snap je NFT's niet. Nee, maar dat is onzin. Want dan kan je ook zeggen van, waarom ga je naar de echte Mona Lisa kijken? Ja, maar dat is een foto van de Mona Lisa. Je kan hem ook uitprinten en in een lijstje. Maar toch is de Mona Lisa heel, heel populair. Ja, maar dat is het origineel ding. Is heel veel waard. Als jij hem uitprint. Hoogwaardig en je doet hem in een lijstje aan jouw muur, niks. Dat is fakkelwaard. Dus dat die hele discussie is onzin. Precies, maar dat is precies hoe ik het zie. En daarom, dus als jij, iedereen mag met de Normandy spelen, maar hij is van jelle kunst. Weet je, nou, dat vind ik heel sterker nog, dat gebeurt nu ook met NFT's, die worden verhuurd. Ja, dus fine. Het kan ook een manier zijn om... dat vind ik niet erg. Ja, maar dat vind ik niet erg. Ik vind op die manier, want je hebt ook Ubisoft, die heeft nu een game gemaakt volgens mij ook. Of volgens mij was het Ubisoft. Vorige week waren er niet. Maar die heeft iets gemaakt en daarin maak je objecten. En dat zijn dan NFT's. Ja. Ja, dan is het puur en alleen maar gemaakt om het verkopen van NFT's. Ja, dat is super kut, want dan is het nooit wat waard. Maar we zitten CryptoKitties. Precies wat jij zegt, we zitten in dat tijdperk. Kijk, de techniek is heel vet. En we hebben wel eens wat ideeën hebben over gesproken wat er eventueel mogelijk zou zijn. Techniek is heel vet. Vooralsnog kijken we nu naar uitgevers zoals EA, Ubisoft, bla bla bla, die met NFT-plannen komen. Ja, wat denk je dat ze mee gaan komen? Weet je... Dat zijn niet de denkers in deze... En dat zijn de mensen die vroeger de rode laptops hadden. Ja. Kijk, en het ding is, heel veel mensen die lopen allemaal en zeggen... Het is een scam, en het is bullshit, en het is bla bla bla. Het alternatief is dat de developer en de uitgever volledige controle heeft... bijvoorbeeld over een in-game economie of monetization... terwijl je het ook kan openbreken. Wat NFT's onder andere mogelijk maken. Dus dan zou je liever willen hebben dat ze volledige controle erover hebben. Wat denk ik niet wenselijk is. En wat het ook heel erg beperkt. Ik vond de gedachtegang van die Square CEO, ik ben heel even zijn naam kwijt. Games die self-sustaining gaan worden, vind ik heel erg vet. Ook bepaalde dingen. En er werd heel lachig over gedaan. Ook in de piepshow en ook gewoon online. Over mensen spelen games for fun, maar sommige mensen niet. En dan, ja tuurlijk, dat is heel vet om een headline ervan te maken... en daarom even keihard hard om te lachen. Maar weet je hoeveel mensen games spelen... Voor werk? Niet voor werk. Om iets bij te dragen. Om een community te bouwen. Ja. Kijk alleen even naar Minecraft, wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk dat dit is allemaal vooral ook interessant... als je dit uit een gecentraliseerde omgeving haalt. Ja, maar dat bedoel ik dus. Ja. Van, mensen hebben dus liever dat de developer gecentraliseerd... volledige zeggenschap heeft over de in-game economie. Onder andere, het hoeft niet de in-game economie te zijn... maar onder andere zou dat kunnen zijn. Maar Minecraft zijn er heel veel mensen die alleen maar aan het bijdragen zijn... En die zouden onder andere met innovatieve ideeën... zouden die daar gewoon hun living mee kunnen maken. Ja. Want sommigen worden wel developers... maar sommigen blijven altijd die eeuwige zolderkamer-hobbyisten, weet je wel. Ja. En daardoor kunnen games beter worden. Maar die ideeën hebben we nog niet gezien. Nee. Dat is gewoon zo. Nee, en iemand zei al van het is geen goede vergelijking... want een right-click save as is even goed als het origineel. Als... een hele goede onbekende schilder hier bij mij in de straat... die dat echt heel goed kan, het schilderij namaakt. Weet je, is dat meer moeite? Dus het is, weet je, niet qua moeite dezelfde vergelijking. Ja, maar die reproductie is nog steeds niet waard wat het origineel waard is. Het gaat gewoon om een origineel heeft waarde. Ja, maar het origineel is van iemand. Daar gaat het om. Je kan wel right-click, save as doen. Maar als ik het plaatje heb gemaakt, het is mijn plaatje. Daar gaat het om. Jij mag mijn plaatje right-click, save as. En het is dan ook, jij hebt het plaatje. Maar het is mijn plaatje. Maar ik ben het eens met Steven. Laten we alsjeblieft bij die discussie wegblijven. Want die is bijna zo infantiel. Omdat het meest corny, cringe-ass shit van NFT's. Ja, mensen snappen het highlight, dus nog niet dan. Maar dan denken dat het hele systeem is. En dat is gewoon niet terecht. En weet je,
hou je er dan maar gewoon niet mee bezig in plaats van maar wat te roepen, weet je. Dat is voor niemand fucking interessant. Ja, maakte ik net een werkwoord van, right click save as. Ja, nou, ik vind het helemaal prima. Ja. En om even af te ronden, we spreken dit door doordat Konami heeft aangekondigd dat ze dat altijd nieuwtjes afmaken. Anniversary. Als ik het niet doe, dan krijg ik het ook voor jou. Nee, maar dat gewoon net dus, een fuck nou van mij. Nou. Jawel, echt zo vaak. Ja, kom. Doe even je nieuwtje. 35th Anniversary Collection met een NFT-collectie die ze verkopen. En als we het dan weer hebben over creatieve armoede. Gewoon hetzelfde doen wat iedereen doet. En plaatjes verkopen. Ja. Dat is niet interessant. Dat is echt niet interessant. Nee, de map op naam zetten van iemand, dat is cool. Vind ik. Maar dit is een plaatje verkopen. Ja. Ja. Nee, dit is niet wat de potentie is van NFT's. Nee, maar het wordt wel elke keer door die infantiele discussie waar ik het dus over had, wordt het wel daartoe gereduceerd. Ja. Ja. Want het is ook niet eens een plaatje wat je krijgt. Je krijgt ownership van het plaatje. Ja, ja, maar dat is het. Ja, ja. Ja, maar dat vind ik dus cool. Ja, ja. Die ownership vind ik cool. Niet dat je de plaatje, want iedereen kan digitale ownership vind ik cool. Dat zeg ik. Ja, maar niet per se in deze vorm, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Hey guys, dit was het einde van de week live. We moeten er een einde aan breien. Ja, we gaan veel belangrijkere dingen doen nu. Ja, jij gaat, vertel maar wat je gaat doen. We gaan een uitgebreide Elden Ring preview opnemen. Ja, en daarna? Ah ja, en daarna natuurlijk de Returnal stream. Precies. Ga jij voor het eerst Returnal spelen? Voor het eerst? Nou, ik heb hem, full disclosure, ik heb hem één avond thuis gecheckt. Oké. En I died. En ik heb gewoon een verse. Ik heb mijn PlayStation mee. Dus ik sta gewoon helemaal aan het begin. En weet je, ik weet een beetje nu wat de deal is. Maar ik ben er nog redelijk bleu in, zeg maar. Precies. Dus dan, en skate ze daarnaast. Waarmee je zometeen de Elden Ring ding ook gaat doen. Ja. Dus we zijn om rond 4 uur terug. Ik vond het echt een gruwelijke game. Hey, jongens, we gaan het erover hebben om 4 uur. Ja. Deze editie van de Einde van de Week Live werd zoals altijd mede mogelijk gemaakt door MSI. Het is niet bijna kerstmis, dus dit laatste ga ik niet meer oplezen. Nee, ik wens maar we hebben het net gehad over de CES dingen. En check als je dat vet vindt, check wat ze gelaunched hebben. Yes. Later.